Yo mensen, vandaag we hebben Luc. Hey weer. En vandaag gaan we heel fluffy slijm maken. Ja, en we hebben lekker poppel lijm. Hier. Heel veel. En nog een schrijfschankpop en die oude nog. En we hebben nog lenzenvloers toch? We moeten eerst al deze lijm openmaken. Dit. En dan nog dit. Dus ik denk, we zien jullie zo terug als we al deze dingen... Ja, denk het ook. Ja. Kijk, okay, we hebben alle dopjes erin. Ja, alle dopjes. En nu kunnen we gewoon lijm erin doen. Oh, dit is zo veel. Oh, dit is echt heel groot. Heel goed schudden, want anders mislukt het. Oké. Boom. Oei hoor. Ja, hier ben je opgevangen. Ik stond nog 3 seconden, ja. Oké, dit is wel goed. Ja, roer jij maar. Dan voeg ik wel de lenzenvloers er toe. Maar je moet het eerst even goed roeren, want anders gaat het fout. Ja. Net als de vorige keer misschien het roeren. Ik hoop echt. Ik hoop echt dat het gaat lukken. Als dit lukt, dan hebben we zoveel slijm. Ja, zo groot. Ja, dan gaan we het voor ook bij school. Ja, is goed. Zo, even roeren. Nou, ik zie al. Het wordt al een beetje slijmerig, kijk. Ik heb er ook niet zoveel in gedaan. Nog een beetje. Ja, zo. Kijk eens. Het wordt al wat zwaarder. En we kunnen achteraf, als het een beetje... stug is, dan kunnen we het nog een beetje scheerschuim bij doen. Maar ja. Nu is dat nog niet nodig. Ga ik eens voelen hoe het... Wow, joh. Ja, zo. Dit wordt wel echt slijm. Oké, okay, wacht. Nog, doe gewoon echt even een lepel, zodat het serieus is. Oh. Oké, okay, zo. Zo. Ja, zo. Ja, dat is goed. Oké, okay, nu wordt het gewoon roeren, denk ik. Zo, joh. Wacht, ik film even zo. Dat is misschien... Ja, normaal niet lijken. Moet je even lijken, zodat je bijna gaat. Mooi, ja, we zijn even 5 minuutjes verder, denk ik. Dus ja. Echt, we hebben een beetje aan de zijkant hebben lensvloeistof gedaan, zodat het loskomt. Kijk, we gaan hier zo weer wat meer scheerschuim toevoegen. Wow, kijk, dat is al bijna echt niet meer aan mijn handen. Is dat op je handen? Oh ja. Ja. Wacht, ik laat scheet. Staat hij aan? Ja. Zo, het is nu al een beetje... Kijk. Oh, bijna. Gaan we weer wat scheers gaan bij doen? Ja, ik zal met deze doen, denk ik. Ja? Nou, dan is deze... Oké, laat hem stoppen. Stop! Deze is ook bijna... Oké, okay, maak hem nog even wat fluffier, want ja. hij was nog wel een beetje lijmig. En we moesten maar lenzenvloeistof er blij blijven. Ja. En we zijn echt even een stuk verder. Ik denk wel 15 minuutjes. En kijk, het slijm is helemaal gewend, zeggen ze, gewend. Maar echt heel goed is het. Kijk, het is echt, het plakt helemaal niet meer in je handen. En ja... We kunnen Lilian, er steeds meer aan toevoegen. Lilian is ook blij. We doen gewoon alleen maar scheerschuim erbij. Lenzenvloeistof maakt het taaier. En scheerschuim maakt het zo fluffy. Ja en dat fluffy, dat is dat. Fluffy is echt lekker. Vooral dat begin dat je het nu... Oké, ik heb even hem op het statief gezet. Dan kan ik ook even aan het slijm voelen. Het is echt zo lekker. Oh. En dit hebben we gemaakt voor €4,50. Hè? €4,50 voor dit. Zo, maar dit is wel meer waard hoor. Ja, en koop niet die 2 sticks bij de Action in zo'n doos. Koop echt die losse stick zo. Maar niet te veel kopen, want wij willen ze ook. Ja.
Waar hebben ze weer nodig voor de 100? Maar koop ze maar in Den Haag. Koop ze maar in Utrecht. Handig. Ja. Veel wat. Vind ik veel maar. In ieder geval niet hier. Jongens, dit was toch niet de video. Kijk, we gaan het nog een beetje kleurtjes maken. Kijk, ik ga het een beetje paars maken. Ja, jullie hadden blijkbaar toch nog een doos met een slijmpakket. Ja. En kijk, daar hebben we ook deze balletjes in. Het is echt best wel lekker. Ja. En ook blauw erbij. Oh, die blauw is mooi, die wil ik ook. Ja, zo. Oh. Dat ga ik ook doen. Oh, dat wordt echt mooi. Oh, dat is echt mooi. Nou, tot de volgende video, jongens. Ja. Bye, doei.